ten eerste dat we hebben gewonnen. De trainer gaf een speech en daarna hebben we even zijn verjaardag gevierd. Op een manier die wij als spelers leuk vonden. Daarna werden we allemaal gek omdat Izzy als een gek naar voren ging. Maar toen hij hem binnenschoot, waren we allemaal blij. Ja, eerste helft denk ik. Gewoon een lekkere bal, ook als keeper zijnde. Zo uit de hoek, bovenin. Peterson, nou, die kan het natuurlijk proberen als je zoveel ruimte krijgt. En een geweldige redding van Zoet. Daar komt Bottingin en die scoort, of niet? Naar de binnenkoppen en de redding van Zoet. Zoet krijgt de gelegenheid zijn fouten te herstellen. Jurgensen van dichtbij en Zoet net voor de lijn. Daar komt Jaap Baks in scoringspositie. En dat is Zoet die dat uitstekend redt. Dat is Boetjes. Nou, knap! Oehoe! Ja, dat geldt voor jazeker het schot, maar toch ook. Met name voor de redding van Zoet. Bruns, dan draaien is daar. En daar het binnenkoppen en de redding van Zoet. Geweldige save. Naar de kopkans voor Miasga. Ja, ik denk een kopbal. Volgens mij was het toen 1-1 of stonden we 1-2 voor. Het is wel lekker dat je die pakt. En nog een schot van Rashica. Een paar hoge ballen, maar daarvoor staken. En met z'n allen een heerlijke overwinning. En ik denk dat we het ook mooi gevierd hebben met de uitvak.